Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag hebben we een bijzondere missie. Let's go. Oké, Koen, we hebben een uiterste serieuze missie. Dit is een serieuze missie en daarvoor hebben we ook goede apparatuur nodig. Precies, we moeten straks eventjes uitleggen wat er nou precies allemaal gebeurd is. En wat we nou precies gaan doen, maar we hebben serieus apparatuur nodig, dus wat hebben we? We hebben de DJI Mini 2 gekocht. Precies, we hebben de DJI Mini 2, want, waarom eigenlijk? Leuk voor jullie, voor de beelden eigenlijk, precies. Gewoon dat is het. Want dat is het hele doel, precies. Het is voor de beelden. Het is voor de beelden, we moeten beelden saven. Ja, want we hebben echt een probleem. Want ja, we kunnen niet te veel zeggen. Nee. Overmorgen gaan jullie zien wat er precies gebeurd is. En jij gaat nu even in het andere kantoor, in ons hoofdkwartier, even uitleggen wat er gaande is. Precies. Maar pak eerst even deze uit. Ik ben wel heel erg benieuwd. Gewoon want deze moeten we opladen. De combo, hè? De combo. Dit is, het is niet niks. Kijk eens. Oh, zit alles gewoon in die tas gedouwd. Ja. Ja, het is echt een nieuw ding van ons. Hoe moet dit ook? Oh, hier. Oh, hier. Kijk. Helemaal fresh. De nieuwste Mini 2. Met drie accu's. Controllertje. En ik heb geleerd van de kijkers, we moeten hem aanmelden bij RDGW. Gaan we dat doen? Dus, ja, natuurlijk niet. Hey, dat is een hele andere, joh. Een hele andere controller. Nou, we kijken. Hey, hieronder zitten die gekke dingetjes. Kijk. We moeten even weer serieus zijn. Oh ja, oh sorry, ja. Want jij gaat nu even uitleggen, want het is optimaal serieus. Ja. We begonnen gisteren allemaal met opnames. We waren bezig, toffe video, content maken. En in één keer er gebeurde wat. Bam. Het ging instant fout. Ja, het was paniek. We hadden het nooit kunnen inschatten. Het was chaos. Het had voorkomen kunnen worden, maar helaas. Nee, te laat. Niet goed na. Te laat. Dus we moeten een heel goed plan hebben om dit op te lossen. We hebben een plan hier op het bord geplakt. Ja. Want er zijn wat dingen fout gegaan. Je hebt hier de lineaal. Maar om aan te wat tippen. Is er fout gegaan? Wij waren gisteren hier op deze locatie. Als je inzoomt, dan zie je ongeveer waar het is. Zie je de bruggetje? Bruggetje. Zie je hier ook? Iets beter. Vanaf boven, vanaf onder. We hebben hier één tweede boom. En hier ergens ligt het. De GoPro met de beelden. Ja. Vanaf de zijkant ziet het er ongeveer zo uit. En uiteindelijk, hier gebeurde wat hoor. Wat is dit voor explosie? Want dit is niet normaal. Dat gaan we morgen zien, wat er nou echt is gebeurd. Maar kijk eens wat we hier zien. In slow-mo. Als je heel goed kijkt. Als je heel goed kijkt, zie je een plekje. Dan zie je een GoPro. Staan alle beelden op. Alles. De Hero 4 Plus. Dat kost op Marktplaats 65 euro of 100 euro. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Dat gaat om de beelden. Het gaat om de beelden. Het is deze GoPro. De Hero 4. De Plus. De Hero 4 Plus. Het gaat om deze mount. Ja. En die mount heb ik fysiek ook nog. En dat is deze mount. Deze mount zat op het gebeuren geplakt. En is er afgeknald, geëxplodeerd. Gewoon met enorme kracht eraf gevlogen. Ja. En wij zagen deze onderkant. Ja, we zagen drie puntjes in het water. We zagen drie puntjes in het water. Maar, wat moeten we nu doen? Ja, een duiker huren. Maar, wat we daar nog staat, 72 uur kan de SanDisk onder water. Precies. We zijn nu drie dagen verder. Want we hebben iemand nodig. Ja. Een duiker. Het plan is om een duiker in te huren. Het is daar ongeveer 1,5 meter diep. Ja, maar waarom huren we dan een duiker in? Het was gisteren fout gegaan. We hebben het geprobeerd, jongens. Timo zit hieronder in het water met een stokkie. Bart is in het water geweest. Bart is in het water geweest om dit stukje naar boven te halen. En we pakken een paddle en... Het was de modder in. Het was weg. Hoe gaan we het dan ooit vinden? Nou, met een metaaldetector en een duiker. En die gaat zorgen dat we de GoPro terugvinden. En dat jullie morgen alsnog een video hebben met de beelden. Ja, met, overmorgen met dit, want dit is bizar. Dit is bizar. Het was echt zo lijp, zo mooi. En die beelden zijn ontzettend belangrijk. Overmorgen gaan jullie dus die beelden zien. Maar we gaan nu proberen die beelden te saven. En we gaan het met een groot team doen. Oké, zijn er nog vragen? Hebben we het allemaal begrepen? Jazeker. Mooi. Let's go, jongens. Let's go. We zitten in een uiterste missie. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben pakketjes in het pakken, maar jij hebt de roltape hier liggen. Natuurlijk gaat het werk gewoon door en worden de pakketten natuurlijk ingepakt. Kijk eens. Dit is gewoon echt van de klant. Maar kijk wat je besteld ook echt, hè? Hier ook. Ja, deze heeft echt ziek veel van deze besteld. Maar die krijgt gewoon netjes gratis sampletjes, dingetjes. Een bracket. Hè? Een gratis bracket luchtje. Allemaal pakketjes, dingetje. Boekie. Hoppakee, boekie. Heeft hij ook een blikje gehad? Blikje zit er zeker in. Oh, die zit helemaal onderop. Ja. Steekproef. Steekproef, hè? Kijk eens, een mooi blikje. Man. Ja, een gouden. Yeah. Kijk eens. We kunnen ook eens een keer aanbieden om gratis een snoepje erbij te doen. Dat we lekkere snoepjes bij doen. Gewoon random snoepjes. Dus dan halen we een hele zak met allemaal lekkere snoepjes. Maar jullie zien wel wat je gratis krijgt als je bestelt. Ja, deze gaat wat weer... willen jullie erbij krijgen? Deze krijgt. Ja, wat is leuk om wat gratis leuk bij te om krijgen? Bij, ja. Dit is een iPhone'tje erbij. Ja, nou laten we niet te gek doen, we moeten geen verlies draaien. Precies. Maar deze gaat weer naar een klant. Oké, we moeten ons weer focussen voor de missie. Oh ja, was even serieus. Maar eerst nog even drie pakketten inpakken. Ja, maar ook iedereen die een sticker bestelt op Sneakerview, krijgt natuurlijk een stickertje erbij. Ja, gratis. We hebben een hele pak met allemaal leuke gratis stickers. Iedereen krijgt gegarandeerd wat gratis. Het gaat helemaal goed komen. Ja. Oké, we gaan verder met de missie. Ik
kijk hier, hele oude kogels, maar dit is echt heel oud, een kogel. Een musketten? Musketkogel. En deze kwam uit, waar was die gevonden? Bij Narda, het Gooimeer. Maar wij doen wel eens magneetvissen en wij hebben wel eens een kluis gevonden met zilveren munten erin. Maar je hebt dus een metaaldetector voor onder water. Dat is helemaal... Dus je kijkt niet? Nou, ook wel, maar... Nee, ik kijk ook wel, maar ik vertrouw dit op de detector. Ja. Want je zegt zelf al, jullie willen lopen klooien bij dat cameraatje. Ja. Dus er ligt vermoedelijk zand of stof overheen. Ja. Voor mij is dan alles grijs. Ja. Met die detector moet ik hem uitpikken. Dit is heel vet. Laat die andere even zien. Dit vinden wij niet hoor, zulke dingen. Nee, maar hier met de magneet blijft niet aan die kogel. Ah. Het is niet magnetisch. Oh, het is lood. Oh, daarom vangen we dit nooitje. Zo, die is vet. We stuivers en kluis. Ja. Klopt, en wapens. Ja. En wapens, ja. Ah, die heb ik ook al gevonden. Ja, dat geloof ik. Ja. Dit wordt nu wel een serieuze missie, hoor. 25 kilo, hè, bijna. Ja. Laat ik zo stellen, alles wat ik bij me heb. Ja. Het pak, de loodgordel, de set, vinnen, alles weegt. Dus bij elkaar ongeveer 45 kilo. Dat is zo. Dat ben jij op zijn rug. Ja, op zijn rug. Ja. Ik ben iets zwaarder. Iets zwaarder wel, was ja. Ik nu. Ja. Kijk eens, en dat is de metaaldetector. Ja. Doet hij het? Kunnen we hem testen of hij de GoPro pakt? Oh, dan trilt hij. Wow, dit is vet. Nee. Ja. Ja, niet... Ja, zo. Nee. Dit moet je voelen. Kom, dit is heel vet. Ja. Oké. Okay. Oh, nee joh. Nee joh. Nee. Nee, maar dit is wel vet. Doe eens bij... Ja, trilt ook. Trilt ook, hè. Ik ben helemaal gek. Ja. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Daar gaat hij. Ja, wij, onze GoPro. Oh ja, onze GoPro. Ja, 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 ja. Dat is zeker waar. Hallo. Oh shit. En hij is weg. Ja, hier ligt het, hè. Bij deze boom. In deze lijn en die lijn van die boom. Ik ben echt benieuwd hoe snel de duiker de GoPro gaat vinden en of hij hem gaat vinden. Want die GoPro maakt niet heel veel uit, maar die beelden die erop staan, die zijn gewoon echt heel belangrijk. Of niet dan? Heel belangrijk. Ik probeer ondertussen deze in te stellen, want ik wil het wel goed in beeld hebben. Ja. Kijk, daar gaat hij, hè. Ja, hij gaat. Binnen. Kijk hoe vet dit is, jongens. Ja, dit is echt ziek. Ik had eigenlijk stiekem verwacht dat hij hem nu al zou hebben. Ja, ik ook. Ik heb echt wel een beetje dat ik nu stil ben en dat het spannend wordt. Want ik ben echt heel erg benieuwd. We proberen natuurlijk shots te maken. De meneer is super aardig trouwens, echt niet normaal. Hij is echt zo aardig. Dus ik hoop ook echt dat hij hem vindt. Ja. Maar als hij het niet vindt, betaal hem ook hoor. Voor alle moeite. Want serieus, check hoe vet dit is. Ik hoop echt dat hij vindt. Ja, ik hoop het ook. Hij ligt echt in die lijn. We hebben die beelden nodig. Ja, zeker. En anders is er een hele belangrijke video beeld eraf. Die gaan jullie overmorgen zien, die video. Ja, met of zonder dan. Met of zonder die beelden. Ja. Het is echt een flinke spanning, want het lukt niet helemaal. Nu wel verwacht wel hoor, dat we het zouden hebben. Die telefoon hadden ze sneller. Hadden jullie sneller die telefoon of lijkt het nu heel lang? Binnen een kwartier. Oi, 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 oi. Ja, deze GoPro moeten we echt hebben. Echt. Die beelden echt. Zeg maar, als je een video maakt waar je trots op bent en wat je vet vindt, dan wil je die beelden echt hebben. Wij kunnen er slecht van slapen als we geen beelden hebben. Ik hoop gewoon dat hij elk moment zegt, we hebben hem. Ja, echt. Oh mijn god. Hij zwemt zo onder ons door. Maar gaat het hem worden, jongens, of niet? Ja. Nou, hey. Hey, onze missie begon zo goed. We zijn nu een beetje aan het twijfelen. Och, wat zijn we blij. Dat is waar. Iedere seconde kan hij weer een centimeter verder zitten en zegt, ja, ik heb hem. Ja, ik hoop dat hij maar echt naar boven komt. Hij doet echt zo, hè. Het is geen kleine stukjes hier. Nee, het is gewoon steeds een meter wat hij scant. Maar hij heeft gewoon heel veel last van blikjes. En dat gaat ook af op dat apparaat. Ja, spannend. Kijk, hier komt er een blikje omhoog. Zonder grap. Daar zag ik een blikje. Kijk, zie je dat blikje? Hier, dit. Ja, kijk, er komt een blikje omhoog. Dus hij scant zeker. Die trekt hij omhoog. Ja. Dat kan onze missie een beetje verneuken. Er komt een enorme boot aan. Maar heeft dit impact op zo'n GoPro? Kijk, want heeft het stroming onder water? Ik heb echt geen idee. Ja, denk het wel, hè? Ja, want al die bootjes en shit.
vooral ook het grote weerwater. Nou, Timo die gaat die boot aan de kant zetten. Dat is echt flink, hè? Voor die man natuurlijk. Oi, oi, oi. Oi, 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 wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Holy shit. Die boot die gaat in één keer dwars. Ja. Wat, hè? Oké, hier komt de duiker. Was even een paniekje daar. Was even een paniekje. Kleine schade. Kleine schade, kleine schade. Ja, gaat hij weer, hoor. Nope. Dan gaat hij de andere kant op. Wat gebeurt er? Oh, wat gebeurt hier, jongens? Oei, 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 oei. Hij heeft iets in zijn handen, duiken. Ja? Ja, maar... Ja, natuurlijk, dat is scannen. Nee, in zijn andere hand. Hij zit onder de boot, yes. Maar hij moet echt... De duiker die moet weg. Waar is de duiker? Oh, hij is hier, hij is hier. Tik nog aan. Ja, stik hem aan, stik hem aan. Dat klinkt als... kijk, hij komt omhoog. Er is een bootje hier. Er is een bootje hier, die moet er langs. Dus als je de boot zou kunnen vasthouden bij ons... Ja. Kijk, ja, top. En, allemaal blikjes. Hier, ja, dat gaat wel. Oh, het is nog niet dat hij mijn pedal heeft. Dan ga je de grond in. Blikje. Oh, alleen maar blikjes. Ja. Ja, van die rubberen ballonnen die je dichtkoopt. Ik snap er niks van. Ah. Van die rubberen ballonnen. Ik er ook heen. Ik ben eigenlijk klaar, denk ik. Het lukt even niet, sorry. Nee? Nee, ik zou het niet weten. Het is... Oei, oei, oei. Hele zachte bodem. Dus hij is echt weg. En ja, het wier dat zit ook in de weg, waardoor je niet lekker kunt zoeken. Ik ben continu bezig om het ding schoon te maken. Je trekt gewoon heel grasveld mee. Ja. Ja, het komt ook naar boven. Hè. Hoort hem niet. Rip. Nou, daar gaat de meneer. Zonder GoPro, jongens. Ja, het is erg. We hebben hier ook nog een GoPro. Maar ja, die beelden gaan we dus nooit terug. Maar jullie zien overmorgen wel wat er allemaal gebeurd is en hoe de GoPro weg is. Precies, en we gaan wel het opnieuw opnemen met een nieuwe GoPro. Ja, precies. Maar niet de beelden. Maar niet jullie... de beelden dat hij zinkt en weet ik veel. Maar je ziet wel de crash. Want die hebben we gefilmd. Ja, zeker. Maar meer zeggen we niet dan een crash. Nee. Ja, het is jammer. Het is jammer. Jongens, we hebben alles op alles gezet. We hebben echt ons best gedaan. Ja, misschien mensen in de comments of kijkers die weten misschien een tipje hoe we dit wel kunnen doen. Precies, maar helaas, voor nu is het niet gelukt. Nee. En overmorgen komt de video online. Zeker. Waar het is gebeurd en hoe dan ook. Maar dus niet dat je de beelden van die GoPro ziet, want die hebben we dus niet gevonden. Maar wel deze. Maar wel die beelden. Dus check eventjes overmorgen de video. Hij komt namelijk om 7 uur online en wordt een echte lijpe video. Abonneer hoor jongens. En abonneer eventjes. Mensen, bedankt voor het kijken. Het kan niet altijd goed gaan. Later. Later.